Oké, hartelijk welkom. In deze uiteenzetting ga ik een antwoord geven op een vraag die ik heb gehad om een failover te configureren met recursive routes op de MicroTik router. Want indien je nu een gewone failover configureert, dan zit je hier al vlug met een probleem. Als we nu eerst en vooral even de tekening bekijken bij een gewone failover. Ik heb hier nu de router en dit is de 4011. En ik ga op Ether 1 ISP1 aansluiten en op Ether 2 ISP2. Indien we nu een failover configureren, kunnen wij een tool gaan activeren en dit is Check Gateway Ping. Wat wil dat zeggen? De router gaat de gateway gaan pingen om te controleren of het internet nog aanwezig is, ja of nee. En ja, op Ether 2 kunnen we ook zeggen Check Gateway Ping, maar er wordt gepingd naar de modem of router van je ISP. Maar indien je hier achter de ISP, en dat is het internet, en deze internetverbinding is verbroken, dan gaat de router ervan uit dat het internet nog steeds aanwezig is, omdat de gateway nog steeds kan worden gepingd. Hoe kunnen we dat nu gaan oplossen met recursive routes? Hoe dit in zijn werk gaat, ga ik je hier stap voor stap laten zien. Punt 1. Maak een bridge aan, genaamd BridgeLAN, en plaats Ether 3 tot Ether 10 in deze bridge. Punt 2. Geef de bridge het IP-adres 192.168.101/24 en configureer een DHCP-server. Dit is hier nu onze router, de router 4011. Ik ga dus naar Brits en we gaan een nieuwe Brits aanmaken. BridgeLAN. En ik plaats de poorten Ether 3 tot en met Ether 10 in deze Brits. En ik ga dat hier gaan inkorten. En dit is hier nu poort Ether 10. En we hebben dus de Ethernetpoorten Ether 3 tot en met Ether 10 in de bridge geplaatst. Nu gaan we naar IP-adres en ik geef de bridge het IP-adres 172.16.11/24. En nu gaan we naar IP DHCP-server en ik ga hier op de bridge een DHCP-server gaan configureren. Ik ga dat vlug doen. We gaan hier zo, next, next, oké. Punt 1 en 2 heb ik uitgevoerd. Punt 3, geef de interfaces een naam overeenkomstig hun functie. Dit is terug onze router. We gaan dus naar interfaces en het is duidelijker indien we de interfaces een naam geven. Dus we gaan dus eerst Ether 1, geven we de naam WAN1. Ether 2 geven we de naam WAN2. En dit zijn dus de interfaces die gaan verbonden worden met de modem of router van de ISP. Al de rest dat we hier zien is LAN. Dit is zeer gemakkelijk of duidelijker om dit te doen. Zo. Het is toch wel voor alle duidelijkheid dat ik dit doe, want al de interfaces, Ether 3 tot en met Ether 10, staan in de bridge geplaatst en dit wordt automatisch de BridgeLAN. Dat wordt één interface. Punt 3 heb ik uitgevoerd. Punt 4, maak twee interface lists aan, genaamd WAN en LAN, en plaats de interfaces in de list naargelang hun functie.
Dat is hier onze router. We gaan dus naar interfaces, interface list. En we gaan een list aanmaken. WAN en LAN. En wat gaan we doen? We gaan dus naar plus. De WAN is Ether 1 WAN 1 en ook Ether 2 WAN 2. En wat moet ik nog doen? We gaan dus bij LAN gewoon de bridge hier gaan inplaatsen. Zo, oké. Okay. Punt 4 is uitgevoerd. Punt 5. Verbind Ether 1 met ISP 1 en configureer een DHCP client. En punt 6. Verbind Ether 2 met ISP 2 en configureer een DHCP client. Dit is terug onze router. Ik ga nu naar IP DHCP client en ik configureer een DHCP client op de WAN 1. En we gaan de default route niet gaan gebruiken. Ik wil deze zelf gaan ingeven. Dus ik klik hier op OK. En we zien, ik krijg hier het IP-adres 192.168.100.253. En als je nu twijfelt welke gateway je hebt, kan je naar IP routes gaan en we gaan eventueel, we gaan terug hier even klikken en we gaan de default route gaan ingeven en ik zeg apply en welke is de gateway? 192.168.100.1. Dit moet je nu gaan onthouden bij het configureren van de routes. Ik ga dat hier terug gaan weghalen. Ik zeg apply en oké. Okay. En nu gaan we eveneens voor Ether 2 WAN 2. Ik ga het dus even yes gaan nemen. We gaan dus op oké klikken. We krijgen nu het IP-adres 192.168.200.253. En we zien de gateway hiervoor is 192.168.200.1. Goed, oké. We gaan dus terug de default route gaan weghalen. En ik zeg oké. En wat moet ik nog doen? Ik ga dus naar IP Firewall, NAT. En ik ga dus een NAT rule aanmaken. Source NAT. En de out interface list is de WAN. En dat is dus WAN 1 en WAN 2, action, masquerade. En ik zeg oké. Okay. Punt 5, 6 en 7 heb ik uitgevoerd. Punt 8, configureer voor beide ISP's de default route, maar bij ISP 2 geef de distance 2 in en vink check gateway aan. Dit is terug onze router. Ik ga nu naar IP routes en ik ga de default route gaan ingeven. En dat is dus 0.0.0.0/0. Dus al het verkeer moet naar buiten via de gateway voor WAN 1 is 192.168.100.1 en ik zeg hier check gateway ping en ik ga hier even op apply klikken en we zien de distance is 1. Ik zeg oké. Okay. En nu gaan we de tweede gaan aanmaken. Dus destination adres is dus alles. Moet naar buiten via de gateway 192.168.200.1 en ik zeg hier ook check gateway ping en de distance is 2 en ik zeg oké. Okay. En we zien de actieve route is via de gateway 192.168.100.1. Oké. Okay. Punt 8 is uitgevoerd. Punt 9. Voer de failover test uit
door te pingen vanaf de PC naar 8.8.8.8 en haal de netwerkkabel uit WAN 1. Punt 10. Pleug de netwerkkabel terug in WAN 1. Wat is het resultaat? Punt 11. Wat gebeurt er als het internet van ISP 1 wegvalt? Dit zijn dus de drie punten die we gaan uittesten. Als we nu de configuratie bekijken, ik heb dus Ether 1 aangesloten op ISP 1 en ik heb ISP 2 aangesloten op ISP 2. En wat heb ik gedaan? Ik heb een default route ingegeven, dus 0.0.0.0/0 is bereikbaar via 192.168.101 en ik heb deze default route de distance 1 gegeven. En bij de tweede aansluiting heb ik gezegd de default route is dus 0.0.0.0/0 is te bereiken via de gateway 192.168.201 en ik heb de distance 2 gegeven. Wat wil zeggen dat de ISP 1, indien deze online is, gaat deze steeds gebruikt worden om op het internet te gaan. En dat is dus de eerste route. En hoe controleren wij nu of de gateway bereikbaar is? Wij pingen vanaf de router naar deze gateway om te controleren of we internet hebben. Dat is juist wat ik zei. En we zien hier ook bij de Ether 2 pingen wij ook naar deze gateway. Laat ons even kijken. Indien ik nu een onderbreking maak, zodat de gateway niet meer pingbaar is, wat gebeurt er? Dit gaan we dus eerst even gaan bekijken. Als we nu de normale situatie bekijken, alle twee de gateways zijn aangesloten, zien we dat de eerste gateway, 192.168.101, dus de WAN 1, heeft dus de default route actief. En de inactieve route is dus de router van WAN 2. En deze geeft de gateway 192.168.201. Waarom is deze inactief? Omdat we deze de distance 2 hebben gegeven. Als we nu een trace route gaan uitvoeren naar 8.8.8.8, gaan we zien dat de gateway 192.168.101 wordt gebruikt. We zien dat is het LAN IP adres en dit is hier onze gateway. Ik wil nu op router 2 en ik ga dat even tonen, dus IP DHCP client. En ik ga hier gewoon de netwerkkabel gaan uitpluggen. Zo, we zien, wij hebben geen WAN. En wat gebeurt er? We gaan even kijken met de trace route. Nu moeten wij een failover hebben. We gaan even kijken. Zo, we gaan naar buiten via de WAN 2. Ik ga dus even pingen. Dus ping 8.8.8.8. Ik heb dus een ping reply via de WAN 2. En ik ga dus -t gaan doen. En wat ga ik doen? Ik ga dus gewoon zo de WAN 1 terug gaan aansluiten. En we gaan even kijken naar de routes. En we zien de WAN 1 komen en we gaan kijken naar de router. Die moet dus terug naar 1 worden gebracht. Zo,
Oké, en we hebben hier één request handout en we gaan terug naar de route, dus WAN1. Hey, laat ons even kijken met tracert. We zien terug onze LAN en wij hebben terug een failover naar onze WAN1. Maar indien we nu een onderbreking gaan simuleren van het internet, laat ons nu eerst even kijken naar de tekening. Als we de tekening erbij nemen, wordt er dus gecontroleerd vanaf de router naar de gateway. Indien de gateway niet meer bereikbaar was, is er een failover gebeurd naar de WAN2. En dit heb je gezien aan de trace route. Maar er wordt hier gepinged naar de gateway. En we hebben hier nu internet. Ergens zo. Maar indien nu de internet hier na de ISP stuk gaat, wat gebeurt er dan? Kan de router dit zien? Laat ons dit even gaan bekijken. Dit is hier terug, de twee schermen. Ik ga dus eerst en vooral gaan pingen naar 8.8.8.8. En we gaan kijken. Ik heb een ping reply, maar indien er nu een onderbreking komt na de gateway, gaat de router dit zien? Ik ga dat dus gaan simuleren en ik ga hier nu een onderbreking maken. Zo, het internet ergens is stuk. En we zien hier, destination NAT is unreachable. Wat wil zeggen dat die Google niet kan pingen. En toch blijft de router actief. En dit moeten we oplossen met het configureren van een recursive route. Punt 9 heb ik uitgevoerd. Punt 10 heb ik uitgevoerd. En punt 11, wat gebeurt er als het internet van de ISP wegvalt? Dit heb ik dus ook getest, maar de router kan dit niet zien. We gaan dus over naar het punt 12. Verwijder de default routers en maak een nieuwe router aan dat 1.1.1.1 bereikbaar is via de gateway 192.168.100. En punt 13, maak een nieuwe default route aan dat 0.0.0.0/0 bereikbaar is via 1.1.1.1 en vink check gateway ping aan. Dit is terug onze router. Wat wordt er gevraagd? Ik ga gewoon hier de default routes gaan verwijderen. En ik ga hier nu op plus klikken en ik ga zeggen destination adres 1.1.1.1 is bereikbaar via 192.168.100.1. En dit is hier nu onze gateway. Wat zeg ik? Dat Cloudflare bereikbaar is via onze gateway 192.168.100.1. En ik zeg hier apply en oké. Goed, en wat ga ik nu doen? Ik ga hier terug een default route gaan ingeven. Maar vooraleer ik dat doe, ga ik dus nog een route gaan ingeven. Destination adres 8.8.8.8 is bereikbaar via de gateway 192.168.201. En ik zeg oké. Nu gaan we de default routes gaan aanmaken. En wat moet ik zeggen? Hier zagen wij de default route van WAN1 is bereikbaar via de gateway 1.1.1.1. En ik zeg hier apply. En we zien dat dit rood gekleurd wordt. Wat moet ik hier wijzigen? De target scope. Dit moet gelijk zijn met de scope
30. Zie je? Oké. En voor de WAN 1 geven wij de distance 1 in. En ik zeg apply. En we zien, wij hebben dat het rode niet meer aanwezig is. En we gaan een tweede default route gaan aanmaken. En wij zeggen destination adres 0.0.0.0/0 is bereikbaar via 8.8.8.8. En hier gaan we check gateway ping aanschakelen. En ik heb dat vergeten op de eerste default router. We gaan even op apply klikken. En hier de target scope moet 30 zijn. En de distance, vergeet dat niet, 2. En ik zeg oké. En hier gaan we nu ook check gateway ping inschakelen. Dat was ik hier vergeten. Oké, en dit is nu wat de recursive route inhoudt. Punt 12 heb ik uitgevoerd. Punt 13 en punt 14, waarom kleurt deze route rood en lost dit op, heb ik ook uitgevoerd. Punt 15, maak een nieuwe route aan dat 8.8.8.8 bereikbaar is via de gateway 192.168.200.1, heb ik dus ook uitgevoerd. En maak de default route aan dat 0.0.0.0/0 bereikbaar is via 8.8.8 en vink check gateway ping aan. Dit heb ik dus ook uitgevoerd. En nu ga ik punt 11 terug gaan herhalen. Wat gebeurt er als het internet van de ISP1 wegvalt? Gaat de router dit nu wel gaan zien of niet? Dit wil ik je ook laten zien en dan is de recursive route geconfigureerd. Dit is hier nu terug de twee schermen en om dit te testen ga ik terug een ping gaan uitvoeren naar 8.8.8.8. We gaan dus blijven pingen en ik ga hier nu simuleren dat de internetverbinding na de ISP onbereikbaar is. Deze is stuk. En dit gaan we nu gaan bekijken. Ik onderbreek nu het internet. En let op de routers. Wij zien, wij blijven een ping reply krijgen. En als we even kijken. Tracert. 8.8.8.8. Welke gateway krijgen wij? Laat ons dit even gaan bekijken. Zo, dat is ons LAN-netwerk. En we zien, wij hebben nu de gateway 192.168.200.1. En wat zien we? Wij hebben de failover met een recursive route goed uitgevoerd. Laat ons verder gaan. We gaan dus even pingen. En ik ga ervoor zorgen dat het internet terug bereikbaar is. Laat hier op de router. Ja, die laat zich toch wel een beetje wachten op de wijzigingen. Zo, oké. Zie je, de recursive route werkt uitstekend. Oké, dit was het voor deze tutorial. Ik hoop dat ik een antwoord heb gegeven over hoe je een failover kan maken met een recursive route. En een thumbs up wordt zeker en vast geapprecieerd. Wat mij betreft, ik zie je graag terug in een volgende tutorial. Ja.